Het belangrijkste in het transformatieproces van de academische lerarenopleiding ALO is nu de wetgeving. Dit zegt Robert Poneu, de onlangs benoemde directeur van deze onderwijsinstelling. Volgens hem is de wetgeving nodig om het ALO te bestendigen of de voortgang te garanderen. De wetgeving met betrekking tot de procedures, functies, rangen en salariering die vastgesteld moeten worden, is dan ook heel belangrijk. Maar ook de docenten die mee zullen werken aan het vernieuwde curriculum moeten niet vergeten worden tijdens dit proces, benadrukt de nieuwe directeur. Maar wat ook zeker belangrijk is, de wetgeving die moet komen van de nieuwe bevoegdheden die zullen gelden voor het onderwijs. En weet dat uh, binnen het onderwijs het zo is dat wanneer een nieuwe opleiding een nieuwe grade zal uitgeven, wij zullen uitgeven bachelor- en master graden moeten deze beter en maatregelen bestendig worden binnen een wet en in die, aan die wet moet gekoppeld zijn, zeker de salariering en daaraan wordt ook direct gewerkt, waaraan zeker nu ook invulling komt, is het staatsbesluit of de resolutie die toen is geslagen, dat behalve dat we gaan werken aan de herwaardering van leraren, dat we ook zullen werken aan de competenties en de andere. Beroepen die nodig zijn om de schoolcultuur of de schoolorganisatie beter te maken. Penneu zegt verder dat het Instituut voor de Opleiding van Leraren IOL momenteel in een afbouwfase is. Alleen de MOB-opleidingen draaien nog. In de tussentijd wordt er gewerkt aan het programma van de ALO, zegt Penneu. Terwijl je het oud systeem aan het afwerken bent, ben je bezig de accommodatie te zorgen voor de ALO, dat die opleiding opstarten. En uiteindelijk wordt er een afbouwbeschikking gemaakt, een regeling van het IOL is ophouden te bestaan en de ALO gaat nu deze opleidingen verzorgen. En dat is allemaal het plan die nu uitgewerkt wordt. Studenten zijn vrij om een schrijven naar mij te richten, om een gesprek aan te vragen met mij over problemen die zij ondervinden, zodat we die problemen aanpakken. Natuurlijk zeg ik dat bij het aanhoren van het probleem moet je ook de docent aanhoren, je moet de opleidingscoördinator aanhoren en dan moeten we proberen een middenweg te kiezen. Alus Robert Peneu is afgelopen woensdag benoemd tot de nieuwe directeur van de academische leraar en opleiding ALO. Het eerste dat van de grond moet komen bij deze instelling is de wetgeving, gaf Peneu aan.